We staan hier aan de noordoostzijde, denk ik. We zitten in de noordoostzijde van het gebouw. Klopt. We zitten binnen in het gebouw. Het is hier nu helemaal niet koud, uiteraard. Maar het is mij al opgevallen dat er eigenlijk nooit koud is. Dat hier een soort van ventilatiesysteem de temperatuur in de gaten houdt, veronderstel ik. Wel, eigenlijk is het zo, het gebouw is een passief gebouw en het is volledig gebouwd rond energie, uiteraard. Dat wil zeggen dat bouwfysisch heel veel gedaan is om uiteraard een goede isolatie te hebben, het gebouw heel dicht te maken ook. We gebruiken eigenlijk ook oude systemen, dus die vroeger gebruikt werden en nog altijd, zoals in het Hoge Noorden, waar dat men bijvoorbeeld twee keer een ruit heeft, eentje binnen, eentje buiten. Het voordeel is dat er natuurlijk, als er een ruit breekt tijdens een storm en er zou sneeuw binnenkomen, dat je ook een tweede barrière hebt eigenlijk. Ja. Maar dat is ook deel van het thermisch concept, dus voor de warmte te garanderen. En eigenlijk in de zomer verwarmen we nooit. We hebben eigenlijk geen verwarming nodig. Dus het gebouw is zo efficiënt. Het feit dat er mensen aanwezig zijn, dat er toestellen draaien, dat er de restwarmte van komt, dat is eigenlijk voldoende. Maar ook wat heel belangrijk is, de ramen staan eigenlijk laag ingebouwd, zodanig dat je zicht hebt terwijl dat je zit, zoals nu. Ja. We zitten hier nu. En dat maakt ook dat de zon, vooral in het noorden, niet te diep in het gebouw kan dringen. Dus wij hebben veel aandacht geschonken aan daglicht, om zo weinig mogelijk het licht te moeten aansteken. Maar tegelijkertijd zou het gebouw ook te veel verwarmen daardoor. Ja. Oververgieten eigenlijk. Ja. Dat is een beetje grappig, omdat natuurlijk in Antarctica men verwacht dat het vooral een koude probleem is. Maar in ons geval is het eigenlijk het probleem dat we het gebouw moeten koel houden. En dat kunnen we onder andere doen door de ventilatie te regelen, effectief. Ja. Okay. En die ramen die we hier zien, zijn die zelf nog dubbel dubbel glas elk, of is dat eigenlijk niet het belangrijkste? Jawel, het zijn eigenlijk glazen die, het is een dubbel glas, maar ook met een extra film in. Dus in het midden, je ziet die zwarte lijn, is in feite onzichtbaar voor het oog, is een film gespannen. Ja. En die ook nog meehelpt om bepaalde, dus om het energie, het energieniveau van het licht eigenlijk mee te controleren. Want als je rechtstreeks de zon binnen hebt, dan zouden we ook weer te veel gaan verwarmen. Het heeft dus eigenlijk, het is heel geïsoleerd en het helpt ook de energie te reguleren. Ja. En wat zijn de grootste problemen om de Antarctische winter te overbruggen? Maar het grootste probleem dat je hebt, is dat je natuurlijk, als er echt iets fout gaat, iemand heeft een ongeluk of er gaat echt iets stuk, dat dan natuurlijk dat je niks kan doen. Je kan niet weg. Hè. Je zit 8 maanden opgesloten, bij wijze van spreken. Maar energetisch gezien is het eigenlijk zo dat we heel veel wind hebben en dat is voldoende. Nu, moest er een periode zijn dat er te weinig wind is, dat zou vervelend zijn. Ja. Maar ja, in het slechtste geval zouden we dan de noodgenerator kunnen gebruiken natuurlijk. Okay. Maar het station was initieel al de bedoeling dat er tijdens de Antarctische winter geen mensen zouden... Wel, het ontwerp van het gebouw is gemaakt rondom een volledig jaar bemanning. Ah, toch? Het is eigenlijk, omdat het eigenlijk een logische evolutie is. Je ziet dat in andere stations ook. Uit het verleden kunt je leren dat als mensen een station bouwden voor de zomer alleen, dat er dan al gauw vragen kwamen voor overwintering. Ja. En dan natuurlijk, als je gebouw daar niet op voorzien, is dat heel vervelend. Ja, absoluut. Ja. Maar hier is nog niet gebeurd dat er mensen... Nee, wij hebben momenteel nog geen aanvragen daarvoor. Een reden daarom is omdat natuurlijk met de moderne technologie heel veel wetenschappelijke instrumenten gewoon heel het jaar door blijven draaien, ook al zijn er geen mensen. Ja, oké. Maar toch blijft het spannend eens je in november terugkeert om te kijken of alles goed werkt. En goed, of er is een systeem dat in Brussel de zaken hier kan opvolgen. Ja. In welke mate kunnen de zaken opgevolgd worden? Gaat dat over temperatuur in kamers? Gaat dat over elektrische toestellen die draaiend moeten houden? Of, Er zijn twee niveaus. Hè. Je hebt eigenlijk een soort van... Je kan het bijna een netwerk noemen, dat toegankelijk is voor de wetenschappers. Zij kunnen bijvoorbeeld via een website op hun toestellen gaan kijken, dat is één ding. Nu, vanuit het technische standpunt bekeken, voor de ploeg die het gebouw in leven moet houden, letterlijk, kunnen wij vanuit België eigenlijk op de systemen inloggen, kijken hoe ze werken, eventueel pompen aan of afzetten of toestellen bedienen van op afstand. En dus vooral veel controleren. In principe, de software van het gebouw laat het gebouw gewoon op zichzelf operationeel zijn. We moeten daar niet aankomen, maar we moeten het wel opvolgen. Okay. En eigenlijk doen we in het beste geval, ga je enkel gewoon opvolgen, kijk wat er gebeurt en moet je niks doen. Nee. Maar in dat opzicht is het systeem toch wel revolutionair dat
de zaken geïntegreerd zijn in één centraal netwerk. Ja, dat is eigenlijk een wat men dan noemt systeemintegratie. Dat is eigenlijk dat je in de plaats van voor elke techniek, bijvoorbeeld de waterzuivering, de zonthermische panelen, of bijvoorbeeld de elektrische distributie of de ventilatie, in principe hebben die allemaal hun eigen controlesystemen. Bij ons is dat niet zo. Bij ons is alles geïntegreerd in één toestel, dat eigenlijk alles bedient en daardoor ook goed weet wat er met andere systemen gebeurt en laat ons toe om op een heel efficiënte manier met energie om te gaan. En in welke mate denk je dat dit gebouw zijn weerslag kan vinden in de bouw, in bouwcultuur in België? Is dit een experiment of is dit een voorloper? Hoe schat je zoiets in? Wel, ik denk dat hier op het gebied van het ontwerp misschien wel experimenteel bezig bent, omdat het natuurlijk een heel andere benadering is geweest dan in de klassieke bouw, laten we zeggen. Maar, en ook het feit dat er heel hoog niveau van systeemintegratie is, waarbij dat dingen niet langer naast elkaar staan en niet samen werken, is dit eigenlijk een gebouw dat wel waarschijnlijk de toonaangevend is voor de toekomst. Men ziet eigenlijk ook al in de bouwindustrie, meer en meer van dit soort initiatieven, maar op kleinere schaal ontstaan eigenlijk. Ja. Oké. En ik las in een artikel dat dit gebouw toch wel een en ander teweeg heeft gebracht in de bouwcultuur van Antarctica, in relatie tot het Antarctisch verdrag. Hoe kijken andere basissen of hoe zijn de reacties daarop? Wel, in het begin toen we het project voorstelden, dat was al 2004, eigenlijk als een idee. En toen hebben we ook meteen natuurlijk gezegd wat onze plannen waren met het streven naar een laag energiegebouw en zo. Toen zei men, dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk, omdat men kon zich echt niet voorstellen dat je zo'n extreem gebouw in zo'n extreme omgeving kon laten functioneren. Nu, ondertussen hebben we bewezen natuurlijk dat dat wel kan. En men is uiteraard zeer geïnteresseerd, om verschillende redenen. Het is natuurlijk, laten we zeggen, een mooi verhaal, hè? Een zero-emission basis. Langs de andere kant, er is ook een praktische kant aan het verhaal. De brandstofprijzen zijn vandaag zo hoog voor iedereen, dat de kosten om stations te laten functioneren op brandstof enorm hoog zijn geworden. En wij hebben natuurlijk met ons gebouw dat probleem helemaal niet. En daarom zijn er ook veel mensen geïnteresseerd, andere landen, om te kijken van, hoe doen ze dat? En kunnen we daar iets uit leren? En we krijgen regelmatig vragen. Okay. Maar natuurlijk, een groot verschil tussen ons project en die andere is dat het allemaal bestaande gebouwen zijn, die men eventueel wel wat kan aanpassen. Ja. Maar het is natuurlijk tegen geen gebouwen die ontwikkeld zijn voor dit soort hoge efficiëntie. Oké. Heb je nog een boodschap of tip aan jonge mensen die zelf dromen van, of zelf ontwerpen of zelf eerder in de technische richtingen momenteel zitten, naar de toekomst toe? Hoe zie je de toekomst voor dergelijke richtingen in Vlaanderen of in België nu met het klimaatverhaal, het passief bouw die belangrijker wordt en zo? Het is heel actueel, maar zie je daar rooskleurig in? Of, Ik ben er, als het gaat over voor mensen die geïnteresseerd zijn in technologie uiteraard, dan denk ik wel dat er een mooie toekomst is in die domein. Er zijn al heel veel landen die rondom ons, die misschien een stuk verder staan op dat vlak. En misschien moeten we daar toch wel een beetje naar kijken of dat we daar niks kunnen uit leren. Mm-hmm. Uiteraard is het zeer belangrijk dat in ieder geval iedereen zich daar heel bewust van wordt dat dit niet langer een detail is en dat we er moeten gaan rekening mee houden dat ons leven echt wel stilletjes aan moet gaan veranderen, de manier waarop we leven eigenlijk. Omdat uiteraard, we hebben zodanig kwistig met grondstoffen en met energie omgegaan in het verleden dat we nu een beetje de prijs gaan betalen. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Het is misschien ook een opportuniteit eigenlijk. Okay. Dus er is zeker toekomst voor creatieve lingen onder ons. Absoluut, zeker voor creatieve lingen. Ja, absoluut. Oké, dankjewel. Graag gedaan.